Dit weekend geen paarden. We hebben een weekendje weggekregen van Dylan. En we zijn nu onderweg naar Koningslust. En daar gaan we een sledenhondentocht maken. Nou, lijkt me waanzinnig gaaf. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, we zijn terug van de hondensledentocht en het was een waanzinnig gave ervaring. Het gaat heel erg hard en als je het vergelijkt met het mennen, heb je hier veel minder te vertellen. Je kan een beetje sturen en je kan een beetje remmen, maar voor de rest gaan die beesten gewoon achter die kwad aan. En moet maar afwachten hoe het verder gaat. Henk heeft vanaf de kwad achterop gezeten nog een klein stukje kunnen filmen, maar die had echt zijn handen nodig om vast te houden, want anders was hij van die kwad afgevallen. Dus er is een heel klein stukje gefilmd van de actie. Nou, het was heel gaaf om mee te maken. We zijn nu in Maastricht in een heel schattig hotelletje. En hebben we vanavond een etentje op een boot. Hebben we ook van Dylan gekregen voor Sinterklaas. Dus ja, al met al een heel erg leuk weekend. Kapitein Iglo. En we gaan zo op deze boot varen en eten. In Maastricht. Deze sluizen hebben een hoogteverschil van 14 meter. Nou, het weekendje is weer voorbij en hij heeft nog één uitdaging. Is die Tesla dat straatje in te krijgen door dat poortje heen. Gisteren moesten we achteruit naar binnen, want het past allemaal niet. Dus... uitdaging. Alles pingelt. Het gaat echt dit. Nou, en daar staat een paaltje, kijk uit. Daar staat een auto. Daar staat een boom. Ping, ping, ping. Maar, knap hoor. Nou, we hebben het weer gehad, ons weekendje weg. We hebben net ontbeten en Henk is er helemaal klaar mee. We gaan weer lekker naar huis. Met zijn eigen omgeving en zijn eigen ruimtes. Maar het was hartstikke leuk en ja, wij zijn er ook eens uit geweest. Dus bye bye, Maastricht. Ik is er helemaal klaar mee.
Ja, maar dat komt weer op de vlog te staan dan, hè?